Frans Schoonemark. En waarom was hier vanavond iedereen in het theaterhotel? Nou, omdat we hier een feestje hebben georganiseerd voor de leerlingen van de basisschool die de school gaan verlaten. En waar gaan ze hopelijk volgend jaar naartoe? Naar een school die zij het best vinden passen bij hun positie, bij hun plek, bij wie zij zijn. En ik hoop dat er ook leerlingen bij zijn die natuurlijk voor het Pius X College kiezen. Ja, want de Pius X was degene die het vanavond georganiseerd heeft, klopt dat? Ja, we hebben het hier georganiseerd en het is een feestje dat we dan samen met de leerlingen hier organiseren. De leerlingen hebben hier natuurlijk allerlei optredens gehad. Leerlingen dansen hier, hebben u vanavond stukken van gezien. Maar het optreden wat natuurlijk tot meest tot de verbeelding spreekt van de meeste basisschoolleerlingen is toch wel van Jesser. Nou, dat heb je ook gemerkt, dan gaat de hele zaal dat gaat uit zijn dak hier. Het was weer eens voor Jesser natuurlijk ook geweldig en voor de leerlingen ook. En ja, dit kan niet mooier, toch? Nee, het is een geweldig feestje. Je merkt het ook aan Jesse, die heeft er enorm naar zijn zin. Blijft ook lekker nog na, is nu nog bezig met foto's maken hier. Hij voelt zich helemaal thuis. Hij zegt ook steeds van, nou ja, als ik dan volgend jaar maar weer terug mag komen, dan heb ik het in elk geval weer goed gedaan. Nou, zo'n soort halve afspraak hebben we met elkaar. Als er geen morgen was, zou ik mijn spaargeld plunderen. Geven aan een homie om hem even te zien glunderen. De eerste de beste knuffelen, niks meer zou ik buffelen. Als er geen morgen was, zou ik een show doen worden. Ik ben wie ik ben, leef hoe ik nu leef. Zou de Jenna tweeten om te zeggen hoe lang ik al op een space. Want alle secondes die tikken weg. En yes, er is de naam, maar dat had ik al gezegd. Ja, leef voor de dag en denk niet aan morgen. Want je weet niet wat je daarna treft. Dus loop met de lach. Maak je geen zorgen, want je weet niet wat het over is. Want als er na geen morgen was, dan gaan we met z'n allen nog even lekker knallen, totdat we neervallen. Als er na geen morgen was, van Amsterdam tot Londen, ik schreeuw eruit mijn lachen. Het is mijn laatste ronde. Dan als er na geen morgen was. Achterin ook, iedereen! Want als er na geen morgen was. Zou ik mijn zoontje meenemen om hem eventjes te leren hoe je snoepjes moet zelen. Hoe je naar middelbenen tegen de oepoe moet opsteken. En als zijn moeder dan nog zeggen, mag zijn moeder. Want de... ja, die leven we ook. Ik zou vandaag maar lekker leven, morgen is die beloofd. Want alle minuten die dingen weg. En Lori is de naam, maar dat had ik al gezegd. Zeg het mee voor de dag en denk niet aan morgen. Want je weet niet wat je daarna treft. Dus loop met een lach. En maak je geen zorgen. Mooie mensen! Want als de nacht geen morgen was, dan gaan we met z'n allen nog even lekker knallen. Totdat we neervallen. Als de nacht geen morgen was. Oh ja, van Amsterdam tot Londen. Ik schreeuw er uit mijn longen. Dit is mijn laatste ronde. Want als de nacht geen morgen was. Want als de nacht geen morgen was. Is dit dan mijn allerlaatste track? Of ben ik aan het dromen, word ik straks weer eens gewekt? En als het dan zo is, geef me alsjeblieft een smack. Want Jesser is de naam, maar dat had ik al gezegd. Want als de nacht geen morgen was, nou dan gaan we met z'n allen nog even lekker knallen, totdat we neervallen. Als de nacht geen morgen was, ja van Amsterdam tot Londen, ik schreeuw het uit. Nou, vanavond ging het gewoon goed. Ja, dat zag ik ook. De leerlingen lagen bijna op het podium. Ja, nou, dat is dan op een gegeven moment. Moeten we ook in de gaten houden, de veiligheid. Hè? Dat is natuurlijk wel iets. Houden we wel in de gaten. Maar het feestje was gewoon grandioos. En er was ook een dansgroep. Wat voor een groep was dat? En waar komen die vandaan? Dat is een groep die komt uit Wierden. Dat is Intens. Dat is een groep die al heel veel prijzen heeft gewonnen. Maar er zitten heel veel leerlingen van onze school zitten daarop. Er zitten ook oud-leerlingen van onze school op. Dus echt een groep die met het Pius verbonden is. Dus in die zin kunnen we ons daar ook heel goed mee afficheren. Die hebben hier vanavond ook een paar prachtige dansen laten zien. En dat vind ik dan heel mooi. We were born, wanted to fight this war with our weapons, and I wanted it, I wanted it bad, but there were so many red flags, now another one bites the dust, yeah, let's be clear, I'll trust no one, you did not break me.
En dat vind ik dan heel mooi, dat publiek wat we vanavond hadden, dat het helemaal uit zijn dak ging als er echt van die stampnummers waren. Maar die ook heel muisstil kunnen zijn en heel mooi aandachtig naar een stuk klassiekere muziek kunnen luisteren met een prachtig ballet. Het is ook weer heel mooi om dat te zien. Ik ben trots op de jongens en meisjes die hier ook in de zaal zaten. Ja, want tussendoor waren optredens van allerlei andere kinderen. Ja. Ook kinderen van de Piers zelf. Ja. En ook een jongen die mee gaat doen aan de Voice Kids, hoorde ik. Ja. Kan u daar iets meer over vertellen? Nou, daar kan ik niet zo heel veel meer over vertellen, want dat is allemaal heel strikt geheim. Het is bijna al geheim dat hij mee gaat doen aan de Voice Kids, maar hij gaat meedoen. En ik weet niet precies wanneer hij erin zit, maar volgens mij aanstaande vrijdag is de grote finale van de volwassenen versie van de Voice. En daarna gaat het met deze jongens beginnen. En hij gaat eraan meedoen. Dus we gaan hem toejuichen op het moment dat hij in beeld zal komen. Nou, als het net zoveel applaus is als vanavond, dan zal het vast wel goed komen. Ik denk het ook wel. Ik denk dat hij ver gaat schoppen. Dat hoop ik ook voor hem. Oké, bedankt voor dit interview. Heel graag gedaan. You are my treasure.